Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Camp Strike with Every Gun op mijn kanaal Jarask Gaming. De Camp Strike van vandaag is gehaald met de K7 en dan kom je in de playing game. Hij was al 4 minuutjes ongeveer bezig en meteen aan het begin van dit potje ging ik dood door één heerlijke camper met zijn Remington. Maar toen spande ik in, toen dacht ik, oké, camper, jij gaat eraan en iedereen in jouw team gaat er ook aan. Haalde ik de Camp Strike met mijn K7 en natuurlijk, jullie weten de deal, 1500 likes op deze video is morgen weer een nieuwe aflevering van deze serie online. Met een nieuwe Camp Strike, met een nieuw wapen en zo gaan we door totdat we elk wapen hebben gehad. Hier natuurlijk de payback op die Remington camper en toen ging ik lekker aan mijn streetje beginnen. De K7, er zit een ingebouwde silencer op, dus daar hoef je geen punt aan te besteden. Ideaal natuurlijk, zelfs als bij de Honey Badger. Ik heb er zelf nog eens grip en extended max bijgezet, zodat je gewoon lekker veel ammo capaciteit hebt en gewoon niet al te veel recoil hebt. Want de K7 is een submachine gun en het is een submachine gun met een hele, maar dan ook echt een hele lage damage. Hij schiet ongeveer per kogel die je raakt op de close quarters combat 20 tot 25% van een enemy af. Wat inhoudt dat je 5-4 kogels moet raken op de korte afstanden. Op de lange afstanden wordt het aantal al snel verhoogd naar ongeveer 7, 8, 6 kogels. Dus je moet gewoon dit wapen gebruiken voor de korte afstanden en ook alleen de korte afstanden. Je moet niet de langste afstanden die je ook maar kan bedenken met dit wapen gaan schieten, want dat werkt het totaal niet. Op mappen zoals Swammer, wat je hier op de achtergrond gameplay ziet, op mappen zoals Strike Zone is het een ideaal wapen om te gebruiken. En je moet het dus ook gewoon alleen gebruiken in de kleinere mapjes. Maar dit wapen is echt het perfecte wapen voor de rushende mensen. Hij schiet heel erg snel, want de fire rate ligt heel erg hoog. Wat natuurlijk ook weer dekt dat damage iets lager ligt. En je kan hier zo hard ermee gaan op afrennen, joh. Het is een soort van variant op de MP5. Met natuurlijk de ingebouwde silencer erin. En met die ingebouwde silencer kan je natuurlijk zelf nog eens 2 attachments erbij zetten. Dus dan heb je gewoon in totaal 3 attachments voor de prijs van 2. Wat gewoon ideaal is. Want iedereen wil 3 attachments op zijn wapen hebben. En je hebt hier dus gewoon silencer, grip, extended max, hoppatee, 48 kogels in jouw ammo capaciteit. Dus ja, je kan er lekker mee schieten. Het is een heerlijk wapentje om mee te spelen. En de Camp Strike haal ik dus hier ook gewoon. Specialist is alweer binnen. En daarnaast natuurlijk, rushende mensen zijn altijd het leukste om tegen te spelen. En deze enemies, ze renden er een klein beetje op af. Maar ze hielden zichzelf ook weer een beetje terug. Dus ze renden erop af. Toen gingen ze even langzaam kijken. Renden ze weer een stukje op af. Gingen ze weer even langzaam kijken. En ik moest dus de hele tijd goed in de gaten houden. Waar zit er iemand stil? Waar rent er iemand? Want het was echt gewoon verschillend hoe de enemies speelden. En meestal probeer ik een beetje in te schatten van spelen de enemies zo, spelen de enemies zo. Maar in deze room, het lukte mij niet om de enemies helemaal goed in te schatten. Dus daarom speelde ik ook een beetje wat voorzichtiger dan normaal gesproken. Maar ik kwam er ook nog eens in de problemen. Want kill confirmed speel ik hier al. En kill confirmed gaat tot de 65 punten. En je ziet hier, ik pak hier één doctech op. Zitten we alweer op de 50 punten. En ik ging er dus een beetje stress van. Oh shit, ik moet nu nog gewoon 10 kills maken. En toen dacht ik, oeh, er moeten nog maar 15 confirms worden gemaakt. En toen ging ik dus een beetje lopen stressen. En ik zat gewoon solo te spelen, ik speelde niet in een party. Dus ik kon ook niet even vragen van, jongens, pak even geen doctakes meer op of whatever. Dus ik ging hier een beetje lopen stressen van, oh shit, als het potje maar niet afgelopen zou zijn. Maar ik had gewoon het geluk, toen ik mijn Camp Strike haalde, moesten er nog 2 confirms worden gemaakt. En toen ik hem had gehaald, was ook meteen het potje voorbij. Dus soms heb je gewoon even geluk nodig in zo'n gamepje. En je moet altijd ook gewoon, als jij op een streakje zit, dat scorebord in de gaten houden. Want soms zit je op een lekker streakje, zit bijvoorbeeld op een 22 gun streak. En dan in één keer zie jij in je ooghoek, fuck, het game duurt nog maar 10 seconden. Oh shit. En dan haal je Camp Strike bijvoorbeeld niet. Dus houd altijd een tikkeltje in de gaten. Maar ga niet stressen zoals ik hier deed, omdat het potje er bijna op zit. Want daardoor kan jij doodgaan. Daardoor kan je verkeerde beslissingen maken. En als je solo speelt, is het soms wel even wat irritant. Als je natuurlijk niet kan communiceren met je team. Maar als je in de party speelt, kan je wel gewoon goed overleggen. Van jongens, stop even met confirmen. Of jongens, stop even met vlaggen pakken. En dan kan je dus de tijd een beetje rekken. Maar ik zat hier wel weer op 1.20 streak. Hier pak ik weer een nieuwe persoon. En ik ging hier gewoon een beetje dit huisje domineren. Want ik zag op mijn minimap geen enkele teammate loopt naast me. Wat inhield dat alle enemies hier rondom beginnen spannen. Ik speelde ook natuurlijk met de perks Amplify. Dead Silence had ik nog eens erbij aanstaan. Dus ik hoorde de enemy voetstapjes heel erg hard. Daardoor kon ik precies weten waar ze zaten, waar ze liepen. Maar ik had hier het probleem. Ik hoorde 4, 3, 5 verschillende voetstappen door elkaar. Dus hier ging ik stress van, shit, ik hoor zoveel voetstappen. Waar loopt er een? Loopt er een links van me? Loopt er een voor me? Loopt er een rechts van me? Toen riep een teammate van me een orakel in. En een orakel is een soort van wallhack-achtige score streak bij de support package. Dus dat heeft me echt gewoon geholpen dat ik deze score streak kon halen. Want je ziet hier 24 kills, 25 kills voor mijn Camp Strike. En dan is die dus ook gewoon binnen. Mooi emblemje daar natuurlijk bovenin. Begint er timer met aflopen. En dan bas, boom, zit aflevering 3 van deze serie erop, mensen. Mocht je nou hebben genoten,
Mocht je nou morgen weer een nieuwe aflevering willen zien van deze serie, geef deze aflevering dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Want bij de 1500 likes komt er natuurlijk gewoon morgen weer een nieuwe aflevering online. Met een ander wapen, op een andere map natuurlijk. En misschien wel in dezelfde game mode, misschien wel een andere game mode. Dat zien we allemaal vanzelf wel. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet me niet te liken. Eindscore 31-1 met 12 doctags opgepakt te hebben. En natuurlijk, ik kon niet meer doctags oppakken, want dat was het potje afgelopen voordat ik mijn camstrike had. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te liken. En tot de volgende keer weer met de prachtige final killcam in slow motion. Terwijl ik mijn eigen teammate Nijf lekker dan gedaan. Bye bye.